I had one of these things and I gave a concert on it, and I realized that there are things that you can do on it that you cannot do on the modern piano. Toen ik daarmee bezig ging, ging er echt een wereld voor me open. Dat wil zeggen een hele nieuwe klankwereld waar ik niks van wist. Ik denk dat wat fortepianisten doen over het algemeen meer moet worden gezien als een extra, maar niet als dé manier. Ik pretendeer niet iets beter te doen doordat ik fortepiano speel als mensen die Mozart spelen op een moderne vleugel. One can phrase and make the articulation in a way clearer, and in many ways that shows the music in a different light. Het liefst het op deze instrument kunnen spelen, in feite. Dat is heel belangrijk, vind ik. Maar ook belangrijk, de klank is extra anders. Dat je voelt een grote verband met de tijd dat een compositie is ontstaan. En het seems sensible to find out what Beethoven and Mozart sounded like on the instruments they had in those days. So I started collecting them. Of course, once you start collecting them, you can never stop, because there's so many different sorts of pianos. Als men het over de piano heeft, dan horen we daarbij de klank van onze moderne Steinways of Yamaha's. Maar aan het instrument zoals we dat nu kennen, is heel wat vooraf gegaan. In het verleden bestonden er veel verschillende type piano's naast elkaar. Fortepiano, hammerklavier, pianoforte, hamervleugel zijn allemaal termen voor oude klavierinstrumenten waarbij de snaren, zoals bij de moderne piano, met hamertjes worden aangeslagen. In de Renaissance en barok was het clavecimbal het belangrijkste toetsinstrument. Hierbij werden de snaren, net als bij een gitaar, aangetokkeld door een plectrum in plaats van aangeslagen, zodat er maar op één geluidssterkte gespeeld kon worden. Maar de muziek veranderde en de instrumenten veranderden mee. Rond 1700 ontwikkelde de Italiaan Cristofori het hamermechaniek. Hij noemde zijn instrument ondubbelzinnig, een gravicembalo col piano e forte, een klavecimbal met hard en zacht. De afkorting piano forte raakte snel daarna ingeburgerd. Maar zijn systeem was nog verder van volmaakt en hele generaties klavierbouwers hebben zich sindsdien bezig gehouden met de verbetering van het hamermechaniek. Ook Johann Sebastian Bach kwam in de eerste helft van de 18e eeuw met de fortepiano in aanraking. Maar voor zijn composities gaf hij de voorkeur aan het toen nog kwalitatief betere clavecimbal. Zijn zoons zorgden voor grotere bekendheid van de fortepiano. Carl Philipp Emanuel Bach was een liefhebber van alle toetsinstrumenten van zijn tijd. In zijn unieke handboek, Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, komt de fortepiano naast clavecimbal en clavichord uitgebreid aan de orde. En Johann Christian, een andere Bachzoon, gaf in 1768 in Londen het eerste openbare pianorecital. Een nieuwe generatie componisten, waaronder Mozart, Haydn en Beethoven, inspireerden de pianobouwers tot verdere ontwikkelingen.
instrumenten met nog meer mogelijkheden die de strijd met het klavercimbel in het voordeel van de piano beslechten. In de loop van de 18e eeuw ontstonden er twee scholen in de fortepianobouw. De Weense met bouwers als Streicher en Stein en de Engelse school met onder meer Broadwood en Tomkinson. Dit is een Engelse vleugel, gebouwd in 1815. En bij de Engelse instrumenten slaan de hamers van je af. Ik zal het laten zien. Dit is een instrument met 6 octaven. Je moet even voorzichtig zijn trouwens, want dit is altijd heel eng. Ik hoop dat het een beetje te zien is. De hamerkoppen zijn bekleed met leer. En als ik op een toets druk, dan zit een opstootertje op die toets. En die drukt de hamer op. En dat is een systeem wat in Engeland eigenlijk vanaf het begin van ongeveer 1780 gemaakt is tot 1880. En een wezenlijk verschil, even weer voorzichtig zijn, is de demping. Want de Engelse instrumenten, en dat deed men bewust, dempen eigenlijk heel zwak. Ik kan het even laten horen. Het galmt echt een tijd na, maar die dempertjes wegen ook eigenlijk niets. En ik heb gelezen, men deed dat om de klank minder droog te maken. Maar de Weense instrumenten, er staat er eentje hier, dat kan ik even laten zien. Daarbij slaan de hamers de andere kant op. En wat het grootste verschil is eigenlijk, is dat de hamer op de toets zit meteen. Dus je hebt echt met de toets druk, beweeg je de hamer. En dat is, geeft een hele delicate klank. En daar kun je geweldig veel mee doen in de aanslag. De toets beweegt en wordt eigenlijk aan de achterkant wordt de hamer vastgehouden. En dat is eigenlijk het hele mechaniek van de Weense vleugel. Dus die Engelse piano's die galmen heel erg, maar de Weense piano's zijn meteen weg. Dat is zo precies allemaal. Zette de ontwikkeling van de fortepiano door. Er bleef vraag naar instrumenten met grotere mogelijkheden. Meer toetsen, meer pedalen en vooral een grotere klank. In Frankrijk ontstond door de inspanningen van de bouwers Erard en Pleyel een nieuw type instrument. Daarbij werd de volle klank van de Engelse instrumenten gecombineerd met de snelle aanslag van de Weense. Dit Franse type leidde ten slotte tot de bouw van de concertvleugel zoals we die nu kennen. In ruim 2 eeuwen hebben de instrumenten en de muziek zich ontwikkeld in voortdurende wisselwerking met elkaar. De vraag bij de fortepianisten van nu is: hoe authentiek moet en kun je zijn? Zoek je bij elke compositie de vleugel waarvoor hij is gecomponeerd? This is a German piano, 6 octave, about 1820, 1825. But you haven't got a date for it. No, it's a nice instrument. Yes, I tried it. It seems really nice. It's built by Gerling in Elberfeld. Oh, it has one name? It has a name on it, yes. It's on the soundboard. Ah, I see. Yes. But, yes. This one's got rather weak treble, hasn't it? Nothing much happens up top. But for your English program, I think you prefer an English. Well, yes. Maybe. It's a question of which. Yes. This has got a very nice sensitive touch to it. Oh,
I don't think there's any difficulty in playing them. It's just the touch is lighter. But it's not the playing that's difficult, it's the interpretation of the music. Because you never stop learning the interpretation. Printed music is simply what we say a blueprint for performance. It tells you very little. Well, it's so difficult to know how music was played in the past, before the invention of the gramophone. Well, if you get the instruments that the composers had, a lot of things become more understandable. And so things fall into place, and you learn through experience what to do. Because I think the great danger with students today with a modern piano is that they're very frightened. They're frightened of doing things wrong. They're frightened of taking liberties, you know. They're very careful in how they play all the time, which was not the case in those days. In the past, people were very free in their playing. We know that from accounts of Beethoven's playing. Well, if you get the early pianos, somehow it allows you to be freer. You sort of know what you can do. Weens instrument uit 1825. Een Gerling. Als je bijvoorbeeld het eerste akkoord van de pathetiek aanslaat, krijg je het. En als je dat zelf doet, krijg je iets anders. Op een moderne piano, zoals het meestal hoort. Terwijl dat de klank van het akkoord is veel duidelijker gedifferentieerd op deze piano. Hier is het meer een grote blok geluid, ondoordringbaar. De derde piano staat van Beethoven. Dat heeft Beethoven dus op een piano gespeeld die alweer 20 jaar ouder was dan deze. Maar zelfs op deze piano kan je dat nog goed realiseren, dat je het alles laat doorklinken. Hetzelfde zou doen op een moderne piano, dan kun je dat niet meer doen, blijkt, dan zou je dit krijgen. Omdat die toon langer duurt, gaat het te veel door elkaar klinken. Dus dan moet je minder extreem te werk gaan, je moet pedaal wisselen, waardoor het eigenlijk minder interessant wordt. Want er gaat iets verloren van het oorspronkelijke idee wat Beethoven heeft gehad. Is het nou moeilijk om beide technieken te combineren? Het spelen op de moderne vleugel en het spelen op een origineel instrument? Ja, het is aan de ene kant makkelijker om beide instrumenten te spelen. Als je eenmaal op een oud instrument hebt leren spelen, dan heb je een grotere gevoeligheid in je vingertoppen. En die kun je weer goed gebruiken bij de moderne piano. Want je moet meer differentiëren. Aan de andere kant, omdat je zoveel minder kracht nodig hebt, kan het wel zijn dat je die kracht een beetje kwijtraakt. Dus dat moet je goed onderhouden op de moderne piano. Je moet goed etudes blijven studeren. Dat je niet die kracht kwijtraakt. Dus in het algemeen heeft het wel een gunstig effect op elkaar. En ook wat betreft de klankvoorstelling die je hebt. Als je eenmaal weet hoe een oude piano klinkt, kun je iets dergelijks proberen te realiseren op de moderne piano.
what you want to do is play a long, uninterrupted dee da 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 dee da da. If that's what you want, this is no good. This is very inferior. But is that what we want? Let's do the minor variation. Can we? All right, now, these are syncopations. A syncopation is an agitated note. He was so agitated, he couldn't arrive on time. You know what I mean? Mozart uses these very often. Both Doña Ana and Doña Elvira always sing syncopated, you know, because they're always agitated. See? Now, it's, again, all 18th century sources would tell you that these must be separated. If they're not separated, they're not expressive. Is, from my way of thinking, not expressive. And this is very, very important, you know, because when somebody listens to a concert that I give or somebody else gives and says, oh, these forte pianos are not very expressive, you know, it really is such a different language that we're talking about here. It's not really piano playing at all. Some people, if you play these detached, will say it's dry. But I say that if you play them detached, they can be more expressive. And that's really very, very essential to everything that we're trying to do. It's the new language. I don't know if you can do that. De eerste generatie fortepianisten die hebben echt hun eigen weg moeten zoeken. Jij bent van de tweede generatie. Mm-hmm. Heb je het daardoor makkelijker gehad? In zekere zin wel, omdat ik op een bepaalde richting ben gezet. En daardoor een hoop energie niet heb hoeven verspillen om dingen verkeerd te doen en later uit te zoeken wat het dan wel moest zijn. Aan de andere kant is het wel zo dat je daar natuurlijk extra energie later erin moet stoppen om tot je eigen manier van fortepiano spelen te komen. Nadat ik bij Stanley had gestudeerd, Stanley Hoogland in Den Haag, dacht ik dat ik ongeveer wel wist hoe ik het wilde doen. Nu studeer ik bij Bilson in Amerika en ben ik tot hele andere ideeën gekomen. En ik denk dat ik daar later ergens tussenin zal komen. Maar dat kost ook een hoop tijd. Uiteindelijk maakt het dus niet zoveel uit. Op een kopie. Heb je daar een bijzondere reden voor? Ja, hij is goedkoper. Ten eerste, en bovendien zijn ze vaak betrouwbaarder, maar niet altijd. Er zijn soms hele goede originele instrumenten, bijna niet van 5-octaaf pianos. Die zijn, daar zijn er maar heel weinig van. De meeste zijn in musea. En die worden niet uitgeleend op zoveel concerten. En mocht je er één vinden, dan is het waarschijnlijk een wrak. En dan moet je hem laten restaureren. En dan ben je tienduizenden guldens kwijt. En dat heb ik als beginnend pianistje nog niet. En als ik erin tegen zou komen, zou ik hem graag hebben, als die betrouwbaar is. Maar ik ben het met mijn leraar Bilson in zoverre eens. Die zegt altijd dat hij wil dat zijn instrument het op kan nemen tegen een Steinway qua betrouwbaarheid en qua klankkwaliteit. En ik denk dat dat waar is. Anders dan blijf je altijd dat air houden van voor de piano is een tingeltangel. Waar je niet op kan doen wat je op moderne piano kan. En het is natuurlijk wel een speciaal gevoel als je achter een piano zit waarvan je weet dat Haydn erop gespeeld heeft, of Mozart. Maar je moet ervoor oppassen dat je het altijd verkiest boven een goede kopie. Goede kopieën zijn zeer waardevol. Ze kunnen beter tegen een stootje, je kan ze beter vervoeren. En als je met het orkest speelt, komen ze vaak beter boven het orkest uit. Maar het is wel zo dat originele instrumenten hebben vaak iets in de klank wat niet te omschrijven is. Misschien is het de ouderdom van het instrument die het tot iets specifieks maakt. I always maintain that pianos
unlike violins and cellos, they're very mechanical things and they have to work perfectly, mechanically. There cannot be any excuse for it not working mechanically, because the pianist has to have, you know, it's a bit even and it has to. So and a lot of old pianos I've played on haven't been very good. But of course the pianos here today are very well looked after, and it's a great treat to play old pianos which are well looked after. So. Difficult to combine both the harpsichord and the fortepiano. Well, the technique between playing a harpsichord and an early piano, say a Stein piano of Mozart's day, is not so different, because what particularly surprises modern pianists when they play a Mozart piano, you hardly need any strength at all to put the note down, and that's quite a shock to somebody who uses his whole arm just to put one note down on a Steinway or something. Like you do on a modern instrument. And so in fact, and the similar thing on a harpsichord where the notes are plucked by a plectra. Can you maybe rather show? It's plucked by a tongue, which is called a plectra, and that's what plucks the string, rather like a guitar. And there's a device which lets it return back to the string without hitting the string again. And on a early piano, of course, the notes are struck by a small hammer. And of course, as the century developed, and as music got, in a way, bigger and bigger, and people wanted louder and louder music, these hammers became larger and larger, and the gauge of the strings became larger. And that's how, in fact, the modern piano was, as it were, born and around 1865. This is a harpsichord which is just plucked. And of course on a harpsichord you can't play loud or soft, which is why the fortepiano was such a revolution, because players could actually be heard for the first time play loud and soft. Dat die componisten, bijvoorbeeld Schubert, die speelde zijn composities vaak in een klein kamer met een paar mensen gewoon. Een heel andere soort sfeer dan wat we vandaag kennen met de concertzalen van deze tijd. Dit is iets wat heel ongewoon is in feite voor die tijd. Huh? Tot liefst zelfs was het heel gewoon in kamers te spelen. En die instrumenten waren kleiner, dus als gevolg, die idee van dynamiek is ook. Gebaseerd eigenlijk meer op het instrument en in een kleine ruimte. I think another problem is that much piano music in the past seems very simple on a modern piano. Somehow it's too easy for a modern piano. And you have to sort of hold yourself in check. You can't play fully out. You know what I mean? If you play Rachmaninoff on a modern piano, you're using the whole piano to the full.
If you play Mozart on a modern piano, it's all too small for the instrument. If you get the piano that Mozart used, then the music fills the piano, because you should always play instruments out to the full. We hebben heel veel gehad aan opmerkingen van Stanley Hoogland, die natuurlijk al veel langer zelfs nog dan wij natuurlijk met instrumenten bezig is. Die heeft zulke waardevolle dingen al gezegd, waardoor wij weer geïnspireerd worden om het nog weer eens uit elkaar te halen en het te verbeteren. Door veel instrumenten op te knappen, merk je op een gegeven moment dat je op de goede weg bent. Het is iets wat vanzelf gaat, wat je aan gaat voelen. Er zijn natuurlijk een paar problemen en dat is bijvoorbeeld het leren van hamerkoppen. En als je daar boeken op naslaat, dan blijkt dat ze vroeger geweldig ingewikkelde bewerkingen hadden voor het leren. Drie dagen in zo'n bad en dan weer 6 dagen in een bad met olie met toegevoegde kruiden en zouten. En ja, dat kunnen wij zelf niet doen. We kunnen alleen maar proberen een heel mooi, zacht, soepel leer te vinden. En dan een beetje met experimenteren wat het beste klinkt. Dat dan voor dat instrument gebruiken. Zo, ik ga het. Ik heb een motto. Ik heb een paar dingen te vragen. Het gaat om hier. Die klikken. Ja, ja. Ik zal nog even nakijken. Ja. En er is nog iets anders, maar dat is waarschijnlijk moeilijk, hè? Dat trilling, komt dat van de klankbodem? Ja. Maar ik kan even kijken wat ik kan doen. Ja, want het is gewoon even een trilling. Er is wel een truc in ieder geval. Ja? Ja. Nou, dat zou fantastisch zijn als je kan. Ik vind dat het heel belangrijk is om een dergelijke compositie te horen op een erard. Een instrument die inderdaad in de tijd van Liszt veel in gebruik was. Ik vind het zelf een zeer orkestrale klank. Je kunt niet alleen violen laten klinken op dit instrument, maar je kunt bijna iedere instrument nabotsen eigenlijk. Hè? Je kunt zoveel kleuren maken. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik het speel op een erard. Ik heb vroeger gedacht, en dat denken eigenlijk, geloof ik, de meeste mensen nu nog, dat die oude instrumenten, dat het een soort voorloper is van de moderne piano. En dan zijn ze ook nog heel oud, dus dat is gewoon, dat is niks en dat rammelt en dat is niet te stemmen. En ik moet zeggen, dat heb ik in het begin ook gedacht, maar naarmate ik meer ervaring kreeg in het restaureren en het ook wel eens bespelen, krijg je steeds meer gevoel van hoe het eigenlijk moet. En ja, hier staan nu langzamerhand veel instrumenten, bij elkaar. En ze zijn in zichzelf ontzettend goed. De balans klopt, ze dempen goed, ze zijn goed te stemmen. En ik heb dus eigenlijk geleerd dat componisten in hun tijd helemaal niet op gammele instrumenten gespeeld hebben, maar op perfecte instrumenten. Het instrument leert je hoe de componist heeft gecomponeerd. Terwijl veel instrumentalisten denken alleen vanuit het instrument. Maar het instrument, omdat je ziet hoe de componist het instrument heeft behandeld, kom je bij de componist terecht. Dus. Sometimes I miss playing more recent repertoire, like Ravel and Debussy and things. But again, you see that the pianos in the 20s sounded rather different than the pianos, you know, made yesterday. So who knows when
authenticity will stop. Just playing an instrument, we're trying to go back and capture something which it's like learning a foreign language. I mean, it's one thing if somebody in Strasbourg grows up speaking French and German simultaneously, and it's another thing if I decide I want to learn French or German, then I have to devote a lot of time to it, and it's not the same thing. And I think the language is a very, very good is a very, very good parallel for this kind of thing, because how to learn to speak like a native when there aren't even any natives left? I mean, we don't have any, there's no Mozarts around to show us. People, of course, now are trying to, the Hungarians put out a lot of these records of Bartok playing. Bartok played very differently from the way people play his music nowadays. And some of the more serious pianists, like Kocsis, the Hungarian, are trying to learn that language and recapture. But we don't have records of Mozart. So imagine learning French with no French speakers. You know? So how will you ever know you are right in doing what you do? Right. I'm not right. We can learn a great deal because, you see, I think what we're doing here is, first of all, we're not authentic. That we're not, all right? But we are trying to do things here. We're trying to get this sound in our ear. For instance, this is tuned. This is tuned in an old temperament, which makes my ear more sensitive to the different sounds of the key, of the different keys. You know, we read in the sources, we try to learn, but we'll never know exactly. You know, there's an example I like to give. In English, there are words that end with O-U-G-H that are all pronounced differently. Through, bow, cough, tough, they're all written exactly the same, and they're all pronounced differently. Now imagine somebody trying to learn English who understands that there are different pronunciations, but he won't get it right. He'll, you know, some of them will be wrong, you know, if he has nobody to speak with him. And I'm absolutely convinced that some of the things I say must be wrong. I hope I at least know that those differences existed. I know that there's heavy and light execution, and I know there are these different temperaments. And maybe I've got it wrong, but at least I'm having a good time trying them out. Nu we nader hebben kennis gemaakt met de fortepiano, is het tijd om te gaan kijken en luisteren naar een uitvoering waarbij deze voorloper van de vleugel het solo-instrument is. Melvin Tan speelt met de London Classical Players het eerste pianoconcert in C grote terts, opus 15, in 1798 gecomponeerd door Ludwig van Beethoven.